Goedemorgen! Goedemorgen! We zijn in Rome, het is vandaag dag 3 en ik ben hier met... Andrea, Isin, Roep. En natuurlijk ik, meester Tim. En vandaag... En meester Wouter, leuk. En hier Frank Kira. En vandaag gaan wij onder andere naar het Forum Romanum. En dat is wel echt het coolste forum dat er is. Komt de busje langs. En het Forum Romanum, dat was het... overheidscomplex, dus daar werden alle, zat de regering, werden alle beslissingen gemaakt voor het oude Rome. En daar gaan we vandaag naartoe. En dat gaan we jullie laten zien. Waar zijn we nu? In het Forum Romanum! Woehoe! Nou, ik stond boven. Juf Andrea, daar staan we weer, hè? Ja. Bij het Forum Romanum, en we zijn hier bij het uitzichtpunt. En je kan hier lekker rondkijken, je kan dingen zien. Dit was dus echt waar de regering van Rome zat, echt de baas van Rome. En Andrea, kan jij wat leuks vertellen over de Forum Romanum? Nee! Dan ga ik even vragen of meester Robert kan komen. Meester Robert? Meester Robert, kan jij wat leuks vertellen over het Forum Romanum? Nee, want dan staat hij in onze foto. Ja, onwijs tof is het hier. Want allemaal oude stenen, maar al die oude stenen stellen ook iets voor. Ik weet niet of jullie wat zien hoor, maar hierachter dus heel veel... ruïnes. En even kijken hoor, wat jullie nu zien. Ik moet een beetje zo zie je achter dat ronde gebouwtje, beste kinderen. Dat is de tempel van Romulus. Nu een kerkje, daarom hebben ze het niet gesloopt. Maar alles is hier na de Romeinen ingestort. Ja. En Romulus en Remus, dat weten ze. Dat zijn de stichters van Rome met de wolf. Dat heb ik ze verteld. Goed man, dat is een goede meester, hè, meester Tim. Hij weet echt wel veel, hè? Nou, hier zijn we dan in het Colosseum, het grote gladiatorenstadion. En ik ga eventjes kijken, oh wat mooi. Schitterend, ja, hier waren dus al die gladiatoren gevechten. Nou, hier zijn we dan in het Colosseum, we hadden net natuurlijk al een stukje, het is echt schitterend. En hier eindigen we voor vandaag, ik vond het een hartstikke leuke dag. Voor Romanen, Colosseum, meiden, wat vonden jullie ervan? Superleuk! Echt helemaal cool. Heel gelopen. Dus, als je ooit in Rome bent, ga je echt naartoe. En dan zeg ik tegen jullie, veel plezier op deze week. En tot na de vakantie. Doei doei!